Een bijzondere mijlpaal vrijdagavond bij Prinses Irene. In de kantine van de voetbal- en korfbalvereniging uit Nistelrode werd Harry Jansen gehuldigd, die al 50 jaar vrijwilliger is bij de club. Hij is altijd trainer geweest en zorgt nu nog voor het onderhoud van het sportpark. Het eerbetoon werd gegoten in de vorm van het vroegere televisieprogramma In de Hoofdrol. Een groot aantal mensen die met Jansen had gewerkt kwam aanschuiven om een lovend verhaal over hem te vertellen. Onder hen ook wethouder Rien Weideven. Na het zingen van het lied Lang zal hij leven kregen alle aanwezigen de kans om de 73-jarige jubilaris te feliciteren.